Yes, mag ik jullie allemaal van harte welkom heten bij De Balans, de podcastprogramma waarin het draait om dingen wat zich afspeelt in de culturele samenleving en anders dingen in de grafie media. Mijn naam is Romario Martins, ook wel bekend als Mr. Promario, en ik ben hartstikke blij dat jullie zijn ingetuned. Dus allereerst wil ik alle supporters bedanken voor de good vibes, voor de good energy, voor het feit dat ze mijn bericht hebben gestuurd, hierop zijn geabonneerd. En als je zoiets hebt van, hey, ik weet niet hoe ik de Balans podcast kan supporten, it's easy. Ga naar je podcast app, klik daar even op de volg, like of abonneer. Mocht er een mogelijkheid zijn om een recensie of een beoordeling achter te laten, be free. Je weet toch, daarmee zorg je ervoor dat de Balans podcast alleen maar blijft groeien zoals jij dat graag wilt hebben. The love is up, you know the vibes. Voor degene die dus de vorige aflevering hebben gecheckt, go check it out. Ik heb nog een hele toffe aflevering mogen hebben met Justin Hermanus over zijn voorstelling Judy Curaçao. Ik heb later nog een uitzending eruit gegooid, een Promario Talk. Het zijn allemaal de moeite waard om te checken. En right here and right now hebben wij nu een bijzondere gast uitgenodigd. Althans, ik heb dat gedaan. En nou, laten we eerlijk zijn. Ik moet wel eerlijk zijn. Hij heeft mij gecheckt. En zijn verhaal kwam zo sterk over dat ik dacht van, ja man, dit zijn gesprekken die nu op dit moment best wel vaak gaande zijn. Ik heb hier tegenover mij een danser, workshop docent, volgens mij zelfs een artiest, presentator. Zijn naam is Benna Mensa. Benna. Benna, welkom. Dankjewel man, thanks. Ja, tof dat je er bent. Dank je, bedankt toch? Voor de uitnodiging. Mr. 27K. Ja. Yes. Ja, nee, te gek. Ik ben hartstikke blij. Want jij checkte mij omdat jij aangaf van, hey, ik ben bezig met een boek. Weet je, en die wil ik heel graag in een goede daglicht zetten. En ja, weet je, ik heb zoiets van, oké, als het je debuutboek is en dit gaat over mental health, dit gaat over how to look to your life. Hey, dan moeten we hierover gaan praten. Snap je wat ik bedoel? Zeker. En we gaan sowieso nog hebben over je boek. Die boek die eruit komt. Dit zien jullie nu hier op het scherm. Voor degene die het checken. Voor degene die het niet checken. Er staat waarschijnlijk wel een titel of een link naar de pre-order of naar de site waarin je dus kan bestellen. Dus check it out. Sowieso. Maar vertel, voordat wij dus gaan praten over je boek, voordat wij dus gaan hebben over de onderwerpen, wie is Benna Mensa daadwerkelijk? Allereerst een big shout-out naar Arthur Ramlo. Hij heeft mij natuurlijk aan jou geconnect. Ja. Rich by Ross, shout-out. Hij is ook heel erg goed bezig. Balls up. Yes, sir. Ja, toch? Verder wil ik jou ook bedanken voor de invite en uitnodiging. Ja. Dus wordt echt gewaardeerd. Daar ben ik echt dankbaar voor. Ik zeg altijd dat niets vanzelfsprekend is. Want iedereen wil zijn eigen verhaal. En die wil vooral positiviteit uitdelen. Tenminste, zo sta ik erin. Ja. Mijn naam is Benna Mensa. Ik ben 29 jaar oud. Geboren en getogen in Den Haag. Woon nu inmiddels ongeveer 3 jaar in Groningen. Ja. Heb een kleine dochtertje. Daarbij ook babymama die aanwezig is. Shout-out naar haar. Sterk. Dus wat ik doe is vooral, ik ben begonnen in 2009 met dansen. Dus ben ik ongeveer, even kijken hoe lang ben ik nu bezig. Bijna 13 jaar alweer. Dus ik heb bijvoorbeeld wedstrijden, battles mogen doen. Showtjes, optredens van Hollis Got Talent tot So You Think You Can Dance. En ik ben continu altijd bezig geweest met mijn talent ontwikkelen. Ja, wauw. Wauw, dat zeg je goed. Dus eigenlijk moeten we jou eigenlijk kennen van de televisie en anders gewoon via de socials. Ja, televisie, socials of straatshows doe ik ook heel veel hier in Groningen. Dus, maar televisie is alweer een tijdje geleden. Het maakt niet uit of het nou een tijdje geleden is of niet. Het is televisie. Het is televisie, je zou me daar inderdaad van kunnen kennen. Dus ja. Er zijn mensen die vroeg of laat zoiets hebben van, oké, ik kan je niet plaatsen waar ik je van ken. True that. Dan moeten ze het ergens aan kunnen linken. Begrijp ik bedoel? Ik begrijp jou, 100%. Ja, toch? Dus daarom is het altijd goed om zoveel mogelijke referenties te delen, zodat mensen weten, ay, snap, got you from there. Klopt, maar ik ben daar een beetje bescheiden in, want
ik weet niet, mijn artistieke dingen ben ik altijd bescheiden. Als ik aan het performen ben, zie ik dat niet. Maar als het komt tot complimenten of mezelf echt een soort van voorstellen, dan kan ik daar wel bescheiden in zijn. Ja, maar dat dus, heeft dat dan te maken met dat je jezelf, dat je, nou ja, je bent niet echt bezig met bijvoorbeeld een soort van ego of zo. Je bent meer bezig met, oké, ik doe wel iets en ik vind het ook leuk om dat ding te doen. Maar het is niet zo van, I'm the best, I'm dit, I'm dat. Totaal niet. Ik zeg ook altijd, zolang er ruimte is voor ontwikkeling, ja, dan, en consistentie en je blijft verhalen, dan word je inderdaad beter. Maar er zullen altijd mensen zijn die jou weer inspireren. Ja. En ik heb zoiets van, op het moment dat ik aan het performen ben, heb ik liever dat mensen hun eigen mening daarover hebben. Ik vind het, zolang ik het maar leuk vind, dat is voor mij belangrijk. Ja. Ja. Ja, wauw. Oké, nee, goed gesproken, bro. Dank je. Sowieso. Zoals ik al zeg, we gaan zo meteen nog hebben over het boek. Mm-hmm. Maar laten we maar eerst gaan beginnen over het onderwerp wat dus geïnspireerd is uit je boek. Wat ook in je boek staat. En de onderwerpen die je met mij over wou hebben, dat waren er drie. Ik zou zeggen, go forward. Want het was geruis. Geruis. Wie je daadwerkelijk echt bent. Klopt. En volgens mij, oh, Formule? Formule. Ja, nee, was het formule? Volgens mij wel. Ja, volgens mij formule. Ja. Ja. Of het kan ook zijn onmogelijk. Onmogelijk. Onmogelijkheid. Ja, onmogelijkheid. Sorry. Mm-hmm. Ja. Dus waar gaan we beginnen? Ja, wie ben jij? Dat is wel een vraag wat iedereen bezighoudt. Ja. En geruis, die kan je een beetje linken aan corona-periode. Maar ook wanneer je moeilijke tijden zit, hoe ga je daarmee om, zeg maar, ja, op een positieve level? Ja, wie ben jij? Ik kan die tekst voorlezen, die ken ik uit mijn hoofd. Ja. En dan vanuit daar ben ik benieuwd hoe jij hem ontvangt. Of je hem wel kan linken, zeg maar. Let's go. Ja? Let's go. Is goed. Let's go. Voordat dit boek werd geschreven, stond helemaal niets op papier. De pagina's waren helemaal leeg. Zolang er niets op papier staat, blijven de pagina's wit of leeg. Wat gebeurt er als er wel iets op komt te staan? Het proces gaat als volgt. Letter voor letter, woord voor woord, zin voor zin. En ineens staat iets op de pagina dat jij kunt lezen. Elk moment dat je aan het lezen bent, leer jij nieuwe dingen. En tegelijkertijd ben je al niet meer diezelfde persoon die je was voordat jij begon met lezen. Je bent die persoon geworden met meer kennis. Je ontwikkelt jezelf en je voelt je krachtiger omdat jij je bewuster wordt van je eigen kunnen. Doordat het voelt alsof je meer weet, verandert je persoonlijkheid en je realiteit. Dit allemaal door de woorden oftewel zinnen die je letter voor letter leest. Zie de woorden of zinnen die je leest als mensen die je tijdens je leven tegenkomt. Soms kom je wel eens moeilijke woorden tegen, zoals je in het leven wel eens moeilijke mensen tegenkomt. Hoeveel moeite doe je dan om die moeilijke woorden te willen begrijpen? Hoeveel moeite doe je dan om die moeilijke persoon te willen begrijpen? Hoeveel moeite doe je dan om jouw ingewikkelde ik te willen begrijpen? Wat hier geschreven staat begon allemaal vanuit een leeg vel papier. Kan jij jezelf als die leeg vel papier zien? Wie ben jij echt? Wauw. Nee, maar ik snap wat je zegt. En weet je wat het ding is? Ik ben vaker in mijn leven mensen tegengekomen die sowieso een aura hebben. Aura die goed is. Aura waarvan je denkt van, oeh, er gaat iets mis daar. Maar ook een aura waarvan ik dacht van, oké. Hij is zo, komt continu zo hoogbegaafd over. Ik heb het gevoel dat ik hem eventjes, nou, niet naar beneden moet trekken, maar dat ik hem eventjes weer op, oké, we moeten hier zitten. En niet de hele tijd daar. Of een andere keer weer andersom daar. Mm-hmm. We moeten, weet je, de lichaamstaal, zegt ook al genoeg, snap je? True. Soms hoef je alleen maar elkaar, zeg maar, te kijken van, ik weet wat je zo meteen gaat zeggen.
Of ik weet wat je wilt zeggen. Maar waarom zeg je niet gewoon normaal? Snap je? Wat voor hem al, weet je, dure woorden, ABN, is voor hem al oké. Dat is voor hem. Dit is hoe hij graag wil praten. Maar op het moment dat hij bijvoorbeeld een persoon tegenkomt die dat soort woorden niet gebruikt, weet hij ook van, oh ja. Hij begrijpt mij misschien wel, misschien ook niet. Maar laat me even gaan aanpassen. Wanneer ga je aanpassen? Je past pas aan op het moment dat je het gevoel hebt dat deze persoon gewoon flex is. Mm-hmm. En niet dag in dag uit aan het brommen is. Dat is hoe ik naar kijk. Mm-hmm. Als het gaat om wie ben jij echt? Ik voel je daar, man. Zeker, ja. Zeker. Vet. Ja. Ja, man. Het is echt levelen met elkaar. Het is echt levelen. Ja, man. Je hoeft niet... Het hoeft niet moeilijk te zijn. Klopt. En elkaar willen begrijpen, denk ik ook. Ja. Heel veel denken altijd van... Ja, maar... Zo en zo en zo. Hij en zij begrijpen mij. En zo is het daadwerkelijk. Nee, man. Het is echt van... Als hij die woorden niet begrijpt, wil hij jou even van waar je normaal zit met je mensen op bijvoorbeeld universiteit, om maar even ik zeg niet een voordeel, maar om dat even te benoemen als voorbeeld. Of op het werk waarin je dus dagelijks op kantoor zit en altijd maar zo praat tegen de directeur, weet ik veel. Je weet toch, op het moment dat je daar bent, praat je continu zo. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld de straat op gaat, eigenlijk... Dan kan je niet meer zo praten. Je kan wel zo praten. Maar niet iedereen kan je begrijpen. Nee, maar het heeft wel zijn voordeel. Vertel. Op het moment dat je wel zo praat, is de ontvanger nog steeds geïnteresseerd in jou. Maar soms wil de ontvanger ook hebben van, ach joh, probeer nou even normaal te praten. Snap je? Mm-hmm. Ze proberen het. Ze krijgen het voor elkaar. Maar de ontvanger neemt toch stiekem altijd die woorden mee. Want er komt een moment aan wanneer je weer die ene mattie tegenkomt. Of het nou een dame of een heer is. Dat je in één keer die woorden gaat gebruiken. Nou ja, op die manier, zeker. Je inspireert elkaar. Mm-hmm. Dat laat ook wel zien wie jij ook echt bent. Want jij toont interesse aan anderen. Zo, is self-love, man. 100%. Zoals jij wil worden behandeld, behandelt diegene jou ook zo. Klopt. Andersom, idem dito. Mm-hmm. Zo zie ik het. Ja, als ik fout zit, dan moet je hierop reageren, maar... Totaal niet. Nee, ik bedoel, ik heb het zo geschreven dat mensen juist daar een les uithalen. En ik vind het juist vet dat jij die perspectief benoemt. En voor iedereen is het weer een andere betekenis. Ja. En dat is op de manier hoe ik wil schrijven. Want iedereen mag vrij zijn. Ja. In zijn gedachten. Op de manier hoe het overkomt. Ja. En daar ontstaat weer een nieuw gesprek. Zou ik hetzelfde doen met iemand anders? Dan hebben we weer een ander gesprek. En dat vind ik vet op de manier hoe ik geschreven. Dus dat maakt ook dat woorden tijdloos zijn. Ja, klopt. Ja. Kijk, bijvoorbeeld. We zitten nu in de podcast. Mm-hmm. Ik denk dat we nu een gesprek hebben van ongeveer 14 of 15 minuten. Zo, de tijd gaat snel. Hè? De tijd gaat snel. Ja. Het gaat zo snel, het is zo leuk. Mm-hmm. Dat je al niet meer bezig bent met... Hoe lang praten we? En hier moeten we rekenschap houden. Zussen, zo, zo, zo. Nee. We zijn bezig met... Hey, begrijpen we elkaar? Ja. Hoe nu verder? Je weet toch? Zeker. En het is zo leuk van... Ik leer jou kennen, jij leert mij kennen. Klopt. Weet je, we hebben elkaar al contact gehad via... Met dank aan Arthur. Mm-hmm. Jij virtueel. Ik heb Arthur, dus van Rich by Rick Ross. Dus de persoon die mij ook altijd ervoor zorgt... dat mijn baard goed uitziet en mijn haar goed dinges is. Ad. Hashtag ad. Maar wij hebben ook contact gehad via social media. Mm-hmm. Maar de contact die ik met hem had,
dat heeft dus, denk ik, een half jaar tot bijna een jaar gekost, totdat we elkaar dus zagen. Terwijl wij eigenlijk in dezelfde wijk, of nee, in dezelfde plaats wonen. Ja, ja. Best wel insane. Mm-hmm. Maar soms hebben dingen tijd nodig. Zeker. Om een band te creëren. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor je. Dus het maakt niet uit hoe je het doet. Het moet leuk zijn. Mm-hmm. Snap je? Mensen luisteren nu hier naar ons. Waarschijnlijk zitten ze nu al zo te visualiseren van, hey, dit heb ik ook met mijn beste vriendin. Dit heb ik ook met mijn beste broer, zus, weet ik van wie er ook zijn. En dat is belangrijk. Ja, en dat je ook elkaar de tijd geeft. 100%. Dat is zo kostbaar. En veel mensen zeggen altijd, ik ben druk. Maar als jij ervoor hebt gezorgd dat jij druk bent, dan kan je ook voor zorgen dat je tijd kan vrijmaken voor elkaar. Ja, 100%. En dat is echt kostbaar, weet je wel. Dus ja, ik ben dankbaar dat ik hier ben, man. Zeker 100%. Weten. Hey, love, man. Love, man. Echt. Volgende onderwerp. Yes. Want dat was dus, wie ben jij was dit? Dit was wie ben jij, maar we zouden volgens mij over ondankbaar hebben. Nee, geruis hebben welke? Of geruis. Geruis en onmogelijk. Oh ja, onmogelijk. Welke wil jij kiezen? Ik laat aan jou over. Laat jij mij over? Ja, man. Oké. Okay. Ik denk dat onmogelijk goed is en dan gaan we eindigen met geruis. Ik denk dat iedereen zich wel daar kan vinden. Waarom, voordat we hier gaan beginnen, waarom onmogelijk? Onmogelijk is omdat ik geloof meestal dat de dingen die wij zien, die tastbaar is allemaal vanuit een gedachte ontstaan. Ja. En ik denk dat de onmogelijke wereld hem in je hoofd zit. En op het moment dat je het mogelijk maakt, dan kan iedereen datgene, dat creatie bewonderen en voelen. Zoals dit boek was eerst een gedachte. Het was in de onmogelijke wereld. En nu is die mogelijk en ik kan jou laten zien. Jij kan nu bevestigen dat hier een boek is. Ja. En als ik hem terugspoel, was het altijd hier zo. Had jij nooit gedacht dat ik misschien ooit hier zou komen. Misschien wel ooit iemand met een boek, maar je wist niet specifiek ik. Nee. En uiteindelijk, bam, hier ben ik met een boek. Ja, toch. Hey. Go ahead, bruv. Let's get it. Ik ga even checken. Onmogelijk. Bladzijde 5. We leven in een wereld waar dingen mogelijk zijn. Tegelijkertijd leven we ook in een wereld waarin dingen niet mogelijk zijn. Dus een wereld waarin dingen al bestaan en een wereld waarin dingen niet bestaan. Een wereld van wel en een wereld van niet. Een wereld van plus en een wereld van min. Zonder de wereld van plus is er geen wereld van min. Zonder de wereld van min is er geen wereld van plus. Veel dingen die wij om ons heen zien zijn er altijd geweest. Met andere woorden, alles bestaat al. De ingrediënten van de natuur hebben altijd bestaan. Met die ingrediënten creëren we samen. Voordat je creëert, gebruik jij je gedachten. Je denkt. De wereld waar je gedachten zijn, is de wereld van creatie. De onmogelijke wereld, onze fantasie. Je kan iets denken en voelen in die wereld van creatie, maar zolang je niet kan uitbrengen of manifesteren in de wereld van mogelijk, de wereld waarin iedereen jouw uitvinding kan zien, voelen, begrijpen en bewonderen, dan zal het enkel een gedachte blijven in de wereld van onmogelijk. Dat zou jammer zijn, toch? Vergelijk je hoofd eens met een voorraadkast of een magazijn met al je producten erin die op jou liggen te wachten, totdat jij ze gebruikt. Het komt vast wel eens voor dat je aan het woord bent en op een gegeven moment plots stilvalt. Je kan even niet het juiste woord vinden. Totdat je het hebt gevonden in jouw voorraadkast en het ineens weer weet. Hoe vaak komt het wel niet voor dat je een geweldig idee hebt en dat je ineens afhaakt omdat je denkt dat het onmogelijk is? Je verzint excuses, stelt het uit of kan gewoon simpelweg de motivatie er niet voor opbrengen. Dus je geeft op. In zo'n geval laat je dus gewoon in je voorraadkast staan en maak er geen gebruik van. Ineens zie je een jaar later dat iemand anders aan de andere kant van de wereld precies hetzelfde idee als jou heeft gerealiseerd, terwijl deze bij jou nog in de voorraadkast staat. Diegene heeft het idee wel omgezet in acties. Zo blijkt dat het onmogelijke toch mogelijk is. Niets is onmogelijk. Welkom in jouw voorraadkast. Je hebt nog niet in mijn voorraadkast gekeken in ieder geval. Maar wat is voor jou onmogelijk? Onmogelijk is denk ik jouw potentie waar jij nog niet bewust van bent. Dus hetzelfde is met talentontwikkeling. Ik wist ooit niet dat ik kon schrijven. Ik wist wel dat ik goed kon communiceren en praten. En pas vorig jaar heb ik ontdekt dat ik kon schrijven. Dus ik ben echt diep in mezelf gegaan. Toen dacht ik, hè, maar ik kan toch mijn gedachten gewoon op papier zetten. Nou, daaruit is dit ontstaan. Ja. En toen besefte ik, oh, dus die potentie zit echt in mij.
Maar door heel veel druk van de maatschappij of heel veel prikkels om je heen, kom je niet echt tot jezelf door uiteindelijk datgene te creëren wat je wilt. Facts. Facts. En dat is zeg maar wat ik, waar ik mij bewust van ben. Hoe meer rust ik heb, hoe meer ik kan creëren. Ja, en hoe meer je kan creëren, hoe meerder mogelijk is. Inderdaad. Nee, maar kijk. Dit is geschreven vanuit... Ik zeg maar zo, wij zijn op de wereld gezet om elkaar te helpen. 100%. We zijn op de wereld gezet om van onszelf te houden, maar ook om van onze mensen te houden. Mm-hmm. Uiteindelijk is het de bedoeling dat wat wij nu hebben gecreëerd, dat die estafette weer wordt doorgepaast. Steeds meer mensen kiezen voor... We werken onafhankelijk door middel van ZZP. Dus, hey, ik wil werken voor jou. Huur me maar in. Weet je, dit is mijn company, want ik ben ook iets aan het bouwen. 100%, mooi. Wat hebben we nog meer? We hebben bijvoorbeeld social media. Weet je, op social media kunnen we ons werk aantonen van... Oké, dit is what we do. Mm-hmm. This is what we stand for. Zeker. Snap je? Iets wat jij dus... Besef even dat een social media kanaal... die we nu allemaal hebben, super populair zijn. Zoals een TikTok, zoals een Instagram, zoals een Facebook. We zijn PC-afhankelijk. Ja, sowieso. Want zonder hun kunnen we ook niet onze mensen... Tuurlijk, ik geloof nog steeds in dat we onze mensen kunnen bereiken... door de straat op te gaan. Mm-hmm. Maar... Die tool die zorgt er weer voor dat extra belichting. Voor wat jij wil zeggen. Yes. Want soms kun je niet zeggen in teksten. Soms kun je het zeggen in video of in foto's. Ja. Dus dat maakt ook iets super mogelijk. Mm-hmm. Snap je? Dus het heeft meerdere lagen onmogelijke dingen. Zeker. Ik kon me niet bij voorstellen dat ik nu dit soort dingen hier heb. Het heeft, nou, laten we zo zeggen, 2007 begon ik met te coachen. Weet je, ik was aan het werk als promotiemedewerker voor een event. En ik dacht, via die weg leer ik weer mensen kennen, kom ik ook terecht in waar ik wil zijn. Ik maak radio, ik heb op een gegeven moment begonnen met reportages maken. Ik heb het in de vorm van een podcast gezet. Allemaal met dank aan de radiostudio waar ik zat. Op een gegeven moment dacht ik, yo, ik wil ook iets voor mezelf. Want ik zie heel veel mensen die muziek produceren, hun eigen studio meenemen. Weet je, waar ze ook zijn, met een lappie, met dit en dit. Dus ik wil dit ook met mijn eigen podcast. Mm-hmm. Nou, moet je voorstellen, denk 2019 of zo, of misschien 2018. Nee, ik begon in 2018 met podcast. Ik deed het eerst met dit. Een telefoon. Mensen verklaarden me voor gek. Maar ik heb het mogelijk gemaakt. Ik heb gekeken hoe ik de geluid kon afmixen. Daarna dacht ik, yo, ik heb een microfoon nodig. Dus ik kocht een andere microfoon, een USB-microfoon. En ik was heilig vanaf dat als ik gewoon die cheap-ass ding koopt, moet me lukken. En ik kocht eentje die net verkeerd was. Qua kwaliteit en qua hardware. Op een gegeven moment dacht ik, oké, ik ga nu een stapje hoger. Deze heeft deze kwaliteit. Neemt op in mono. En, weet je, ik sluit twee microfoons en het gaat me lukken. Bam. Weet je, langzamerhand ben ik dingen gaan opbouwen. En nu heb ik deze apparatuur. Ik kon mij... 4 jaar geleden niet voorstellen dat ik dit kon aanschaffen. Snap je wat ik bedoel? Dus puur uit independency. Je weet toch? En dat is gewoon ook geloven in jezelf. 100%. Als jij denkt van, nou ja, nee, het lukt me niet en dit en dit. Mensen willen, dan gaan mensen denken van, oké, on to the next one. Of jij gaat tegen jezelf zeggen van, nou, weet je wat, ik ga gewoon werk zoeken. Ik ben niet klaar mee. Geloof me, het maakt niet uit in wat voor status je bent. Je kan krijgen van wat je wil. Klopt. 100%. Klein begin ook en dan ontwikkelen. En veel mensen willen al gelijk daar zijn. Ja. Terwijl je moet, of ja, niks moet. Als je hier kan beginnen,
ga je ook al die kleine stapjes waarderen. Dankbaar zijn. En die progressie ga je extra dankbaar zijn. Ja. En dat zorgt uiteindelijk voor jouw groei. Want dan ga je groei ook meemaken. Ja, nee, dat sowieso. Ja. Dat is belangrijk dat mensen doorhebben. Mm-hmm. Wel interessant onderwerp trouwens. Ja, vind je? Ja, tuurlijk. Nice, nice. Kijk, ik zit lang in de scene. Ik ben begonnen, zoals ik al zeg, 2007. Mm-hmm. Weet je, via evenementengroep en dit en dit. Mijn droom was altijd om een stage te rocken. Op een gegeven moment, oké, ik verlaat de evenementenorganisatie. Ik ga naar de radiostation. Ik sloot me aan bij een programma. Op een gegeven moment dacht ik, oké, via die programma kan ik mezelf meer laten zien als host. Oké, dus ik heb aantal shows gemaakt. Ik heb aantal reportages gemaakt. Dus 2015 of 2014 kreeg ik ook al mijn gigs aan de hand van dat. Maar 2016 begon ik mezelf veel meer zichtbaarder te maken. Bam, ik sta in één keer voor 5000 mensen. Bam, er gebeurt dit. Welk event was het dan allemaal? Bevrijdingsfestival. Groningen. Ik heb gestaan op tijdverdrijf. Nog steeds mijn boys. Je weet toch? We hebben altijd de zaal uitverkocht. Wij zijn vrij. Shout-out. Er zijn nog wel meerdere. Ik heb workshops gegeven. Ik heb masterclass gegeven voor scholen. Mm-hmm. Ik kom nu niet op naam. Dus hey, organisatie, als jullie zo zeggen van, hey, je bent mij vergeten. I'm sorry for that one. Mm-hmm. But let's take a break. We take a break. We zijn zo bij je terug. Dan gaan we hier nog even over praten. Is over goed. Onmogelijkheid. Uit. Yes. Ja, we keken net naar de tijd en het was 22:27. 27 mensen. Zometeen gaan we daar nog even over hebben. Maar onmogelijk. Kun je mogelijk maken. Daar komt het op neer. Zeker. En daar hebben we het ook over gehad. En kijk, iedereen heeft talent. Het maakt niet uit of jij entertainer wil worden of achter de schermen om cameraman te worden. Ontdek het zelf. Mm-hmm. En als jij zo zegt van, ja man, dit kan ik heel goed. Omdat een andere mattie mij al goed heeft gecheckt. Of ik heb mezelf al goed of in betrapt dat ik achter de schermen dingen veel leuker vind. Ga ervoor. Yes. Weet je, ga eerst die stap 1 doen. Want van die stap 1 komt al heel makkelijk een stap 2. Kijk, het is wel zo. Er zijn sommige mensen die kunnen er zo goed over praten en die hebben er ook talent voor. Sommigen worden gewoon, je weet toch, aan de kant geschoven. En dat kan ook meerdere betekenis hebben. Van, hè, waar we net over hadden, wie ben je echt? Dus je aura. Maar ook vanwege hoe je eruit ziet. Dus dat is dat discriminatie. Of omdat je een kleur hebt, is ook discriminatie, maar gelijkertijd ook racism. Of omdat je een ander geloofsovertuiging hebt. Ik zeg maar zo, je weet van tevoren hoe deze mensen over je denken. Je kan twee opties kiezen. Of je gaat er zo hard voor vechten om te laten zien dat dit gewoon normaal is. Dat dit gewoon normale mensen zijn. Of je gaat ervoor van, ik trek me hiervan terug en ik ga iets voor mezelf starten of ik ga het ergens anders zoeken. Mm-hmm. Eigenlijk zijn er drie opties. Drie opties, ja. Dan maak je nog steeds dingen wat super onmogelijk is, mogelijk. True that. Ja, 100%. En ik denk dat het ook zit in de mensen om je heen en je eigen gedachten inderdaad. Want je eigen gedachten, dat is uiteindelijk waar de creatie is. Ja. Als jij jezelf beperkt
dan ga je alleen maar in beperking leven. Ga je mogelijkheden denken. Ja, man. Dan verrijk je jezelf. Ja. En denk ook niet... Kijk, je mag dromen, maar daar moet je ook weer denken van... Wake up, we gaan aan de slag. Precies. Ik heb dat ook wel vaak, hoor. Dan denk ik van, oh ja, man. Ik zie iets vets en ik zie mezelf dit al doen. En dan heb ik één stap is me gelukt. En dan denk ik bij die tweede, dan denk ik van, ja, ik blijf nog dromen. Nee, ik moet verder. Je weet toch? Mm. Klaar. En heb je ook wel eens van... Zang, ik heb zoveel ideeën, maar is dit wel prioriteit? Want soms kan je enthousiasme kan omhoog gaan, toch? Maar dan denk ik van, is het nu de moeite waard? Zit ik in de juiste vibration om dat nu uit te voeren? Of kan het nog even wachten? Het kan even wachten. Ja, toch? Maar je moet net, zoals ik al net off the record zei, weet je wat ik dus bij Appelsap deed? Ik was reportage maken. En ik wilde heel graag bepaalde dingen doen. Maar ik kon bij bepaalde plekken niet achter de schermen komen. En ik kon de organisatie ook begrijpen. Omdat ze al zoveel mensen al een voorrang hebben gegeven. Weet je, mensen die op dat moment nog langer in that game zaten. Ik zit ook lang in de game. Maar het is bij mij heel anders. In Groningen zit ik lang in de game. Maar als het gaat om, hey, ik wil nu een project maken in Rotterdam, Amsterdam of Den Haag of buiten Groningen, is het voor mij nieuw. Mm. Je weet toch? Dus dan moet ik even mezelf terugtrekken om te kunnen begrijpen. Soms duurt het 1 jaar of 2 jaar. Maar na die 2e jaar, bam, je bent waar je wilt zijn. True. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als ik. Ik kom vanuit Den Haag. Ik ken hier niemand. Nee. Ik kom in het werkgebied, daar leer ik weer andere mensen kennen. En die zeggen van, ja, je kan daar gaan. En nu ben ik hier zo. Volgende keer zie je me ergens anders. En het is ook aan jou. Als jij je energie uitzendt en ook graag wilt. Ja. Op de juiste manier ook mensen benaderen. Ja. Dat is heel belangrijk. Dan is het ook mogelijk. 100%. Ja. 100%. Ja, man. We gaan zo naar geruis. Mm-hmm. Maar je hebt net verteld wie je bent, toch? Ja. Mensen lezen natuurlijk nu jouw naam, Benna Mensa. En je achternaam zegt misschien nu iets van, oké, okay, wat voor afkomst heb je of waar liggen je roots? Ja, mijn roots, die liggen in Congo en Angola. En ik weet dat de meeste Mensa's zijn Ghanese, maar ik ben geen Ghanese. Nee. Nee, mijn vader, kijken, ik weet niet hoe die op die achternaam is gekomen, maar... Ik kom uit Congo en Angola, of tenminste, daar liggen mijn roots. Maar ik ben geboren en getogen in Den Haag. Dus mijn ouders zijn vanuit, met mijn 3 broers, ik heb 3 oudere broers, zijn naar Nederland gevlucht toen. Ja. Vanwege de oorlog. Dus vanuit daar zo groeien op uiteindelijk in een achterstandse wijk in Den Haag, Transvaal, in de buurt van Schilderswijk. En uiteindelijk zijn we bij de Raden gegaan. En vanuit de Raden Leidseveen in een nieuwe wijk. Dus... ja, dat is een beetje hoe ik ben opgegroeid. Dus je groeit gewoon tussen de allochtonen. Den Haag is ook een multiculturele stad. Sowieso. Dus dat is wel flex dat je gewoon heel veel mensen leert kennen vanuit verschillende geloofsovertuigingen, cultuurverschil. En uiteindelijk, naarmate je in een business komt, dan kom je ook mensen tegen die hoogbeschaafd zijn, zoals je had aangegeven. Ja. En dat geeft wel weer meer, dat verbreed je horizon, dat je met verschillende mensen kan levelen. Dat is eigenlijk mijn verrijking. En daar ben ik heel erg blij om. Dus dat ik gewoon met verschillende mensen kan praten, maar ook oprecht interesse toon. Ja. Om van elkaar te kunnen leren. Want ik denk dat daar het leven om gaat. Dus je elkaar probeert te begrijpen en vanuit verschillende inzichten en perspectieven probeert te zien ook. En niet alleen maar vanuit je eigen realiteit. Er zijn meerdere realiteiten. 100%. Ja. I agree with that. Mm-hmm. Sowieso. Ja, man. Nee, maar duidelijk, duidelijk. Dus het is een... continent is sowieso Afrika. Klopt. Je weet toch? You got your African roots. Je bent hier geboren. Kortom, ook een Nederlander. Mm-hmm. Ja, ik ben ook hier geboren. Je weet toch? Mijn ouders zijn uit Cape Verdese eilanden. Oh, nice. Dus sowieso Angola en Cabo hebben al een link. Mm-hmm. Dus ja, hey, je weet toch? Something happening for a reason. 100%, joh. Daarom ben je weet toch? Zeker. Dus ik waardeer sowieso dat je me benadert. Mm-hmm. En het gesprek is nice, man. Dus shout-out naar
de 20, ja. Ja, 27. Je weet het, de 27K. Still coming. Still coming. Nee, maar vertel man, geruis. Ja. De geruis, waarom is dat ontstaan? Is omdat ik merkte dat heel veel mensen in depressie zaten vanwege de coronapandemie. Ja. En ik denk dat corona een hele grote geruis was. Maar niet alleen maar corona, maar ook daarbij komt social media. Hoe mensen eromheen praten. Vooral mensen die echt in een negatieve vibe blijven gewoon. En even kijken, op werk wordt er over gesproken. Tegelijkertijd heeft het ook wel mooie dingen weggeleverd. Want dat zorgt er wel weer voor een gesprek. Dat je met mensen gaat praten waar je normaal niet normaal mee praat. Dus dat zorgt ook wel daarvoor. Maar je kan niet negeren dat mensen niet in een negatieve vibe zitten. Afstand nemen, alsof je onbekende voor elkaar bent. Dus dat was een... In mijn ogen was dat wel een geruis en daar heb ik over geschreven. En als je ready voor bent, wil ik het best... Ready, man. Ready. Let's go. Ondertussen zeg ik abonneer. Ja, like en abonneer. Bladzijde 9, mensen. Bladzijde 9. Yes. Oké, dan. Hier komt-ie. Je zit in de auto en de muziek of het nieuws staat aan. Op het moment dat je muziek of nieuws hoort door de radio, wat jou niet bevalt, gaat er een signaal naar jouw brein om van zender te switchen. Je gaat het switchen naar een zender die je wel bevalt. Bevalt niet je, dan weet je de uitknop ook wel te vinden. Vanuit daar kan jij je focussen op rust. Ook dat is gezond voor jouw brein. Laten we even teruggaan naar het switchen. Op het moment dat je aan het switchen bent, krijg jij te maken met het geruis van de radio. Dat geruis kan jij zien als het proces dat je nodig hebt om doorheen te gaan, zodat je uiteindelijk bevindt in de juiste frequentie. Dat geruis is misschien niet het ideale geluid, en toch heb je ermee te maken. Je weet uiteindelijk waar je het voor doet en wat je ervoor terugkrijgt. Iets positiefs, oftewel je komt in de juiste frequentie. In deze situatie bepaal jij wat jij toelaat om te ontvangen. Je hebt de keuze om te switchen naar de juiste frequentie of zelfs om de radiozender uit te zetten en rust te ontvangen. Zoals dat jij nu voor kiest dit boek te lezen om informatie te ontvangen. Jij maakt de keuze dat jij dit boek wilt lezen. Neem nu jouw leven. De mensen om je heen zijn energie of informatie en jij kan ervoor kiezen om je met hen te verbinden wanneer jij wilt. Als iets je niet bevalt, dan kun je bijvoorbeeld gesprekstoffen op deze manier ook aansturen door te leiden naar iets wat jij in jouw voordeel zou willen ontvangen. Net zoals die radiozender. Of je zou afstand kunnen nemen van die radiozender. Stel dat je een doel voor ogen hebt. Hoe zou je omgaan met verleidingen, geruis en dingen die niet te maken hebben met jouw doelen? Dan, 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 dan. Dat is mooi. Love. Ik geloof dat als wij even de pandemie waarin wij in hebben gezeten, de Big C, als we die nu even nemen als voorbeeld. Het heeft inderdaad veel deuren geopend. Het heeft ook voor gezorgd dat we nu massaal sommige deuren hebben kunnen sluiten, waardoor een ander geen podium heeft gekregen. Het heeft er ook ervoor gezorgd dat sommige mensen de mentaal kapot zijn gegaan. Mensen een nieuw chapter zijn begonnen. Ja, zoals de boek. En dit hele gebeuren wat er nu gebeurt. Ja, dit hele gebeuren wat er nu gebeurt. De show. De show. Ja, ik zit nu in het vijfde seizoen, je weet toch? Mm-hmm. En doe het al een tijdje, maar ik ben wel gaan sparen, oppotten van oké, what's next. Steeds meer komt iets nieuws bij. En, even vliegtuigstapmodus. Dat kan gebeuren, dames en heren. Maar er heeft altijd een soort van vervelende ruis tussen gezeten. Ik had mijn antwoord op mijn vraag al gehad, je weet toch? Er waren bepaalde dingen waarvan ik al super moe van was. En daar heb ik, begin 2022, nee, eind 2021, begin 2022, aangeven. Hey jongens, dit wil ik niet meer doen, dat wil ik niet meer doen, zus wil ik niet meer doen, zo wil ik niet meer doen. Omdat ik al wist, toen wij in 2020 in die rare situatie zaten, wist ik al van, nu is het de juiste time om te zeggen van wat je wil zeggen. Mm-hmm.
Nu kun je zeggen, I'm gonna quit. Het was leuk. Ik schud nu mijn handen. Even goede vrienden. We hebben op een andere manier contact, waardoor we onze band heel sterk houden. Je weet toch? Mm-hmm. En zo zijn er zoveel van die voorbeelden. Maar het jaar heeft mij ook wel vervelende situaties gebracht, weet je. In zowel mezelf als host, maar ook gewoon in private things. Dat ik dacht van, snap. Hier heb ik echt, maar dan ook echt spijt van. Je weet toch, dat ik dacht van, nee. Of hier ben ik trots op. Mm-hmm. Maar ja, hoe ga je verder? Want de druis zit er nog steeds tussen. Hoe ga je die verwerken? Oké, de ene kiest voor hulp en de andere kiest voor I don't know what to do. Mm-hmm. Snap je? Zeker. Dus dat. Zo bekijk ik ruis. Geruis. Ja. Ik bekijk hem vooral van hoe ga je er positief mee om? Want ook. Nu is het zeg maar al een keer voorgekomen. Of ik noem maar wat. Het kan geruis zijn of depressie. Wat je ook aan wilt koppelen. Ja. Hoe ga je met depressie om? Hoe kan je positief ermee omgaan? Uiteindelijk, ik kijk altijd naar wat heb ik? Leef ik? Ja. Kan ik ademen? Ja. Eet ik? Ja. Ja. Leven mijn mensen om me heen? Ja. Wat kan ik doen in deze periode om mensen positief te houden? Nou, ik kom met een stukje boek. Maar wat kan ik nog meer doen? Dankbaar zijn. Er zijn genoeg mensen die niet kunnen eten. Niets is vanzelfsprekend. Er zijn genoeg mensen die nooit weten wat het uitgaansleven is. En wij komen hier klagen en ja, weet ik van wat. Ah, nu kunnen we dit niet doen. Dus toen dacht ik bij mezelf van, joh, het was even een wake-up call voor sommige mensen. Je wordt even in een hoekje gezet. En vanuit daar kan je weer nuchter en dichter bij jezelf denken van, Saan, geluk zit hem niet buiten, maar het zit hem echt hier zo. Hoe kan ik omgaan met mezelf vanuit mijn innerlijke zelf? En dat is wat corona met mij heeft gedaan. Ja, snap ik ook. Kijk, iedereen heeft zijn of haar momenten wat heel erg hoog zit. Zeker. Iedereen heeft zijn of haar momenten waarin hij ineens bij stilstaat van, joh, wij zitten hier, wij hebben, zoals jij zegt, alle tools. Wij hebben een device waarin wij even een bericht kunnen sturen naar onze mensen om te vragen hoe het gaat. Mm-hmm. We hebben zelf de device waarin wij dus informatie kunnen vinden hoe we een do-yourself dingen kunnen maken door middel van knutselen. Mm-hmm. Kunnen uitzoeken van, oké, hoe kan ik deze audio het beste gaan monteren? Waaruit ik dus nu dit apparatuur mm-hmm. heb, snap je? Er zijn zoveel dingen waar wij niet altijd bij stilstaan. Weet je toch? Dus ik vind het een hele goede onderwerp, man. Yes. En dit komt allemaal in jouw boek terecht. Klopt. Ja. Laten we het daar even over gaan hebben. Mm-hmm. Vertel, je boek, die komt binnenkort uit. Hoe heet je boek? Liegen totdat je gelooft, die komt op 27 mei uit. Dus dan komt de webshop online. Voorverkoop gaat starten. Nu kan je erbij zijn voor 19,95. Ik zal zeggen, ga naar de website www.benamensa.com. Dan kan je je inschrijven door gewoon je e-mailadres achter te laten en op het knopje te drukken, support. Dan profiteer je voor ongeveer 30% korting. En anders betaal je gewoon €27 voor, toch? Ja, maar voordat we daar sowieso gaan praten, mm-hmm. Tot wanneer is die actie? Die actie? Ik ben nog even aan het nadenken, maar ik denk dat ik het ga laten lopen. Dus als die op 27 mei live is, dat ik hem nog een week even laat lopen. Oké. Dus dan kan je nog bij zijn. Ja, nee, want er zijn mensen die natuurlijk naar deze show luisteren. Mm-hmm. Die hebben dan een beperkte tijd. Zeker, deadline. Mm-hmm. om zo'n boek te kunnen halen. Hè? Klopt. En de andere, je weet toch? Daarom vraag ik het ook. Je weet toch, maar hoe ben je eigenlijk gekomen op de titel?
Liegen tot de dood. Wil je de korte versie of de lange versie? Ga op je eigen intuïtie. Oké, is cool. Let's go. Vroeger, toen ik wat jonger was, werd ik niet 100% gesupport door mijn ouders als het ging om mijn talent. Dus het was even een hobbytje, zo zagen zij het. En ik kon niet 100% mezelf 100% geven met talent. Dus, tenminste in hun ogen. Dus wat deed ik vaak? Ik ging vaak liegen. Ja. Om dan bij mijn vrienden te gaan slapen of iets. Om vervolgens wel naar een wedstrijd te kunnen gaan of een battle. Want destijds kwam ik dan vaak laat thuis en dat vonden zij niet chill. En het is ook een hele andere mentaliteit hoe ze erin staan. Dus toen dacht ik van, joh, dan ga ik maar liegen om uiteindelijk datgene te doen wat ik wel leuk vind. Naarmate ik steeds beter werd en ook zelfverzekerder werd en ook natuurlijk ouder werd in de evenementen waar ik naartoe ging, toen heb ik ook een bepaalde geloof gebouwd, een bepaalde zelfvertrouwen, waardoor ik uiteindelijk tot hun kon zeggen van, joh, luister, al die tijd heb ik gelogen. Ik heb altijd voor mijn passie ben ik altijd gegaan en ik ben trots op datgene wat ik doe. Op een lange termijn heeft het er wel voor gezorgd dat ze nu uiteindelijk, dus eigenlijk door mijn koppigheid, uiteindelijk me wel supporten en steunen. Dus op die manier kan je bekijken, liegen totdat je gelooft, maar je kan hem ook zo bekijken. Als jij in een neutrale stand bent en jij zegt, ik kan het niet, ja, terwijl je het nog nooit hebt gedaan, dan ben je in mijn ogen eigenlijk een leugen aan het creëren en dat wordt jouw realiteit. En dan denk je ook, ik kan het niet. Maar ga je even terugspoelen vanuit die neutrale realiteit en je zegt, ik kan het wel, kan je hem ook ombuigen naar een leugen, maar waar je uiteindelijk in gaat geloven en uiteindelijk realiteit maakt. Dus zo kan je hem ook bekijken. Dus het is eigenlijk wat Pippi Lanka zegt. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Ik vind die lijn gewoon sterk. Of wat je ook kan hebben. Heb je wel eens iemand gehad die tegen jou liegt? Genoeg. Maar op dat moment heb je ook wel iemand gehad waardoor jij daarin bent gaan geloven? Ja. Op dat moment, zeg maar. Het heeft mij twee dingen opgeleverd. Nou, twee dingen gedaan. Mm-hmm. De ene heeft ervoor gezorgd dat de band is gaan beschadigen. De andere ben ik alleen maar door gemotiveerd geraakt. Cool. Waar ik naartoe wilde gaan is, iemand liegt tegen jouw gezicht. Jij gaat vanuit dat dat de waarheid is. Diegene had zelfvertrouwen, geloofde erin, was niet bang om tot jou te spreken. Ja. En jij bent gewoon in een nieuwe realiteit gaan geloven. Nou, laten we dit even nu terugspoelen. Kijk even naar zijn kwaliteiten, oftewel zijn eigenschappen. Als jij dat zou toepassen voor de dingen die jij onmogelijk vindt, dan kan je toch ook jouw realiteit veranderen? Ja. Zonder andere mensen erbij te belasten. Absoluut, absoluut. Dus op die manier, zeg maar, ja, is het liegen totdat je gelooft vanuit die content. Wauw. Heb je... Shit. Want liegen doen heel veel mensen eigenlijk in het algemeen. Dus dan heb ik zoiets van, gebruik het in jouw voordeel zonder andere mensen erbij te belasten. Ja, klopt. Dus ik probeer... Ik vind het zo master wat jij zegt. Dus zeg maar, net als dat je ouders dit zagen als hobby. Mm-hmm. Je weet toch... Ik kan niet spreken namens heel veel mensen van hetzelfde continent. Maar er zijn wel best wel veel ouders geweest. En ik snap wel waar dit vandaan komt. Omdat zij komen uit hard werken, dat loont. Mm-hmm. En hard werken is niet de... is niet bijvoorbeeld dansen, is niet bijvoorbeeld... Je bezighouden. Dokter zijn, advocaat zijn. Je bent politieagent of je bent brandweer. Mm-hmm. Je werkt in een fabriek. Liever niet fabriek, maar je werkt liever op kantoor. Je verkoopt dingen. Mm-hmm. De maatschappelijke dingen eigenlijk. Daar de maatschappelijke dingen. De hoe zeg je dat? Don't get me wrong, hè. Want als je het fijn vindt, gewoon doen. Maar als je hart daar niet ligt, niet iets doen wat jij niet vet vindt. Ja, exact. Maar, dat is zeg maar, ja. Maar hoe zeg je dat? Niet de maatschappij. Maar het zijn gewoon dingen waarvan zij denken van, dit levert jou meer premies en money op en weet ik veel. En zekerheid. En zekerheid. Mm-hmm. En het draait om geld. Ik snap waar dit vandaan komt, dat zij komen uit een periode waarin zij dus moeilijk gehoord waren. Zij komen uit een places waarin zij niet heel gemakkelijk aan
voedsel konden komen aan verschillende dingen. Mm. En ze zijn hier gekomen om een nieuwe legacy te bouwen, een nieuw imperium. En ervoor zorgen dat hun kinderen, hun kleinkinderen een perfecte en een goede toekomst gaan krijgen. Mm-hmm. Maar een perfecte en een goede toekomst ga je pas krijgen op het moment dat je gelooft in de talenten van je kind. Want kijk, je kind is dan hier geboren. Die heeft zich ontwikkeld in de Nederlandse taal. Die heeft zich proberen te mengen. Niet te mengen, maar bezig te houden met oké, ik wil ook gewoon met mensen omgaan die bijvoorbeeld een ander geloof hebben. Mensen die wit zijn. Mensen die ook donkere huidskleur hebben, maar dan van andere afkomst. Mm-hmm. Ik snap dat zeg maar heel veel van onze ouders, voorouders alvast een oordeel over hadden, omdat ze zoiets hebben van ja, ze zijn niet één met ons. Mm-hmm. Weet je, iedereen zit in hun eigen ego, maar je moet die loslaten. Je moet die glas moet je doorheen breken, kapot breken en ervoor zorgen dat we allemaal één zijn. Mm-hmm. En die is zo moeilijk. Weet je, we got the answer. Sommigen van hun ook, maar niet allemaal, omdat niet allemaal. Ze zijn zo, ik zeg niet beschadigd, maar ze komen van ver weg, zeker. Snap je? Nou moet ik wel toegeven dat mijn moeder, maakt niet uit wat ik doe, ze staat nu achter mij. Dat geldt ook voor mijn vader, mijn broers en alles. En dat geeft mij zoveel energy en boost gewoon, dat ik gewoon ja, niet kan opgeven datgene wat ik doe. Yeah. En niet iedereen heeft die luxe nu, maar ik heb er echt hard voor moeten knokken. Ja. Al was het een leugen, ik ben wel trots dat het daarmee is begonnen. Ja. En ik ben blij waar ik nu gewoon ben. En ik kan niet wachten om nog veel verder te gaan. Want ik heb zoveel ideeën. Ik denk jij ook. Oh, ik heb genoeg ideeën, broeder. Ja, man. Ik heb genoeg ideeën, je weet toch. En we zijn al lang niet daar waar we lang moeten niet zijn. Je weet toch. Dus the love is up, man. Ik ja, wat gaat de tijd hard, bro. Ja, toch? Time is going fast van je. Ja, man. Maar we gaan gewoon verder. Mm-hmm. Maar vertel, want je boek is daar. Het is nu uit voor als de podcast online is. Maar wat heeft jou die motivatie gegeven om bezig te houden met dit boek? Ik denk, ik heb het nog niet verteld. Ik ben vorig jaar ben ik als accountmanager binnendienst begonnen bij DPG Media. Dus toen heb ik gewerkt bij Nationale Facturenbank, Intermediair en Tweakers. Daar heb ik ook Arthur leren kennen. En die mindset, of tenminste de manier hoe je wordt getraind daar zo. Ik was van nature al gewoon collegiaal, sociaal, enthousiast. En ik wil altijd continu mezelf uitdagen. En daar ben je continu met communicatie bezig. En ook tegenwerpingen wat je van klanten krijgt, omzetten naar positiviteit. En met succes heb ik wel heel veel grote deals binnengehaald. Dat heb ik echt te danken aan mijn mindset. Dus echt grote deals zoals eerst begon met 9000 euro. 10.000, dan ga je jezelf uitdagen van joh, ik geloof nu echt dat ik veel meer eruit kan halen. En je ziet het helemaal voor je. Ik had echt mijn schrift, ik ging alles opschrijven. En ik zag het helemaal voor me. 28.000 euro was de grootste deal dat ik binnen heb gehaald. En ik haalde ook al mijn targets, wat ik ook wilde halen. En ik dacht bij mezelf van wow, maar dit helpt echt. Als het werkt in mijn werk, dan zou het ook in het echt kunnen werken. Dus communicatie. En op een gegeven moment krijg je van jouw collega te horen van joh, je hebt echt positieve invloed op de manier hoe jij te werk gaat en zo. Ja. En jij moet daar echt wat mee doen. Je bent een inspiratiebron, weet je wel. Ik denk echt wel dat jij heel veel mensen bepaalde visie kan veranderen, waardoor ze het meest potentieel uit hunzelf kunnen halen. En ik ben ook leergierig. Ik leer graag. Ik ging echt bij Arthur, ging ik ook van joh, hoe doe jij dit en dit en dit bij het begin? Bij Leslie, shout-out naar jou. Ik ging ook checken. Bij iedereen ben ik wel echt iemand van joh, ik wil dingen uitpakken voor andere mensen, zodat ik het meest uit mezelf kan halen. En door al die dingen bij elkaar ga je ook denken van oké, als ik die deal kan sluiten, waarom kan ik niet iets creëren waar de maatschappij wat aan heeft? Ja. Ja, en ik kan ook business-wise daar een profijt uit halen. En los van business, maar ook andere mensen inspireren om uiteindelijk vanuit hun eigen talent ook business te gaan creëren. En ook daar ook een geluk in te vinden. Dus toen ben ik gaan denken, ik dacht, wat heeft deze maatschappij nodig? Ja, die coronapandemie was negatief. Ik dacht van, ik moet een boek schrijven, maar ik wist niet waarover. Dus TikTok, ik ga live. Op een gegeven moment krijg ik van mensen van, joh, je moet gewoon ergens beginnen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga losse onderwerpen benoemen die ik zojuist had benoemd. En die ga ik gewoon lezen.
En kijken wat voor impact het heeft. Crowdfunding uit ontstaan. Ja. We hebben 2110 euro opgehaald. Binnen no time. Ik dacht van, wow. Er zit nu een bepaalde verantwoordelijkheid in mij. En mensen willen echt dat het boek uitkomt. Doorzetten, doorzetten. Ik zeg ook achter in mijn boek. Er staat ook, de kracht zit hem in herhaling. Ja. Ja, dus hoe vaak je dingen herhaalt. Hoe meer opportunities voor jou open gaan ook. Hoe vaker je energie geeft, hoe meer energie je ook gaat ontvangen. En dat Klopt. Heeft uiteindelijk voor gezorgd dat ik ben waar ik nu ben. Gewoon doorzetten vooral. En ook dingen uitspreken in positiviteit en niet in negativiteit. Van als jij iets gaat doen, roep ook, ik kom de juiste mensen tegen. De juiste mensen gaan mij een podium geven, omdat ik daarin geloof. Want als ik ga performen als danser en ik sta daar niet achter, 100%, dan krijg ik het publiek ook niet mee. Nee. Wil ik echt goed performen in alles en ik sta daar 100% met mijn aanwezigheid en alles, dan gaat iedereen meeklappen, omdat ik geloof in die performance. En zo geloof ik ook in datgene wat ik uitspreek en hoe ik communiceer met mensen. En ik probeer vooral empathie te tonen, vooral van oké, wat heeft die persoon ook te vertellen waar dan ik ook van kan leren en hoe kunnen we een win-win eruit halen van ik ja, kom toch? En jij ook, weet je wel, dus zo. Keihard. Zodat het echt een succes wordt van beide kanten. Ja man, dat is geloven in wat je kunnen. Ja. Dus dit laat ook wel zien wie jij echt bent. Love, man. Zeker. Nee, maar master, man. Het boek. Waar is het, zeg maar, allemaal begonnen? Jee, toch? Ergens is het begonnen. Je gaf al eigenlijk aan, de pandemie. Een van de motivatie is geweest. Het werk waarvoor je werkt. De mensen om je heen, van je collega's. Maar ergens wist het je al in je achterhoofd van, ik ga een boek schrijven. Klopt. Toen was ik een jaar of 8 of 9. Mijn broer hield al van een boek lezen. Ja. Hij las dingen zoals van Martin Luther King. Ja. Wat ik interessant vond was van Patrick Kluivert. Ik was echt fan van Patrick Kluivert vroeger. En had een biografie van Patrick Kluivert. En ik had best wel een klein stukje over gelezen. En ik dacht, hé, ik wil ooit ook een biografie. Dat heb ik ooit geroepen. Maar ja, op een gegeven moment ben je ouder. Dus daar sta je niet bij stil. Omdat de maatschappij, je wordt geleefd en beïnvloed. Zoveel creativiteit, zoveel mogelijkheden. En dan, ja, ben je jaren verder. En dan denk ik van, wat kan ik nog uit mezelf halen? Ik spreek het uit. Mensen zeggen gewoon, je moet gewoon beginnen. Toen dacht ik van, ik ga niet uitstellen, ik ga gewoon beginnen. Ik heb niks te verliezen. Corona hield me toch al in een bepaalde hoek. Dan kan je net goed schrijven. Een wereld creëren, papier, ik schrijf en ik creëer een nieuwe wereld. Ik was helemaal in een nieuwe frequentie, een nieuwe wereld en ik voelde gewoon die vrijheid. Op een gegeven moment had ik een doel gesteld van oké, ik heb deze onderwerp. Volgende dag, elke ochtend voordat ik mijn dag begin, moet ik een onderwerp hebben geschreven. Bro, die wie ben jij kwam als het niks gewoon. Ik zat echt in een bepaalde inspiratie, omdat ik dat ook allemaal riep. En ik geloof in datgene wat jij roept, je krijgt inspiratie van, omdat jij daar gefocust in bent. En er waren momenten dat ik gewoon, wat kreeg ik ook nog meer qua inspiratie? Hoe noem je dat? Quotes. Ja, toen zei ik wil heel veel quotes hebben. Ja. Omdat heel veel mensen hebben aannames, toch? En iedereen zegt wel eens van, alles gebeurt met een reden. Toch? En ik heb zoiets van, we leven in een maatschappij waar mensen aannames hebben. Toen dacht ik bij mezelf van, als wij weten dat alles gebeurt met een reden, waarom nemen we genoegen met aannames? Als je iemand niet kent of iets bevalt je niet, praat met die persoon. Dan leer je elkaar kennen en dan doorbreek je die muur. Ja. Dus al deze dingen bij elkaar zijn allemaal opsommingen bij elkaar die er gewoon heeft voor gezorgd van, ik moet het gewoon op papier zetten wat ik hier heb. En ik zag het gewoon als een soort van uitlaatklep, maar ook een bevrijding, waardoor ik nu gewoon ook makkelijker en meer inzicht heb. Ik merk ook dat op het moment dat je dingen opschrijft, heb je gewoon meer inzicht ook, omdat jij het theoretisch hebt geschreven. En dat zorgt toch wel voor een nieuw knowledge dat je hebt unlocked. De schijf heeft me echt nieuwe inzicht gegeven. Niet normaal. Dope, man. Ja, man. Hard. En ik hoorde je net zeggen, zeg maar, ik hoorde je echt mooie dingen zeggen, dat sowieso. Mm-hmm. Love. Ik ben benieuwd. Nee, hier kom ik zo meteen op terug. Nee, want hier kom ik zo, want dit zijn de standaardvragen die ik je zo meteen ga vertellen. En dan ga ik je ook wel vragen. Cool. Norspan, we houden dit vast. Mm-hmm.
Het volgende, want wat is nou de specifieke doel om, zeg maar, waar wil je heen gaan met dit boek? Want het is een prachtig bundel. Thanks. Er staan mooie teksten op. Maar weet je, het zijn best wel, bepaalde onderwerpen zijn best wel confronterend. Maar wat is toch wel datgene waar Mr. Mensa naartoe wil gaan? Wat wil je bereiken? Wat wil je eigenlijk de kijkers, luisteraars laten zien of laten horen? Formule. Ik wil dat mensen bezig zijn met hun eigen formule. Dus, en dat is je doel, formule? Ja, ik ga hem voorlezen, dan ga je hem begrijpen. Oké. Heb jij wel eens nagedacht dat woorden geen houdbaarheidsdatum hebben? De woorden die wij nu gebruiken, werden 100 jaar geleden ook gebruikt. Woorden zijn tijdloos. En dit geldt ook voor jouw ideeën. Alles wat we om ons heen zien, is vanuit een vorm van communicatie ontstaan. Neem bijvoorbeeld een boek, een schilderij of muziek dat 100 jaar oud is. Deze drie dingen zijn vanuit de vorm van communicatie ontstaan. Als je de schrijver, artiest of kunstenaar zal vragen hoe hij of zij deze vorm heeft uitgebracht, dan zullen ze jouw vragen beantwoorden met woorden. Woorden die hun bezighuren om uiteindelijk datgene te creëren wat zij hebben gemaakt. Hierdoor kan jij vervolgens geïnspireerd raken. Woorden zijn dus een krachtige tool om tot een creatie te komen. Door woordenuitwisselingen is een vliegtuig ontstaan. Door woordenuitwisselingen is cola ontstaan. Door woordenuitwisselingen is dit boek ontstaan. Door woordenuitwisselingen is alles ontstaan wat je maar om je heen kan zien. Zolang er woorden zijn, kan jij dingen creëren vanuit de formule die men niet ziet aankomen. Wanneer begin jij met je formule? Of wanneer beginnen jullie met je formule? Ik wil dat mensen vragen gaan stellen aan zichzelf. Dan komen ze dichter bij hunzelf. Ja. Ik vind het goeie. Ja, heel eerlijk gezegd, ja, je weet toch, ik ben mijn eigen formule. Ik heb hem al. Mm-hmm. Snap je? En mijn doelen zijn niet per definitie nog bereikt. Mijn doelen gaan bereikt worden omdat ik er zelf in geloof. 100%. Nice. Ik ga voortaan 27% zeggen. 27%. Ja, dus alles is 27. 27%. Want die 27, dat heeft ook zo'n betekenis. Klopt. Het heeft te maken met, je bent jaar op 27. Je hebt gewoond op nummer 27. Op mijn 27ste ben ik papa geworden. Op 27ste ben je vader geworden. Terwijl ik zei, iets speciaals gaat gebeuren wanneer ik 27 ben, maar ik weet niet wat. Toen ben ik papa geworden. Ja. En om het mooi af te sluiten ook nog, 27 september was mijn dochter uitgerekend. Dus toen wist ik, dat is een blessing. Mijn dochter heeft een mooie toekomst. Eigenlijk heeft dat een mooie spirituele betekenis. Ben je er ook al een beetje achter gekomen waar jouw naam of je achternaam misschien wel een beetje vandaan komt? Of 27 daar ook iets mee te maken heeft? Niet dat ik weet, maar of je afkomst, ik weet niet. Tot zover ben ik nog niet, maar ik weet wel dat Benedict, dat is mijn roepnaam, de echte naam is afkomstig van benediction. Dat betekent gezegen, de zegening. En ik ben christelijk opgevoed vanuit het geloof. Dus ik geloofde altijd dat de dingen die wij hier zien qua creatie, juist omdat ik altijd vragen stelde van hoe is dit ontstaan, waarom bestaat dit? Vroeger vroeg ik dat altijd aan mijn ouders. En op een gegeven moment heb je zoveel vragen en dan kappen ze je gewoon daarop af. Zeg van ja, sommige dingen moet je ook gewoon zelf ontdekken. Maar dat is eigenlijk al filosoferen. Op het moment dat je gewoon heel veel vragen gaat stellen. En ik zeg ook, niet jezelf helemaal doorheen laten draaien. Zorg dat er wel balans is. Wees ook ruw naar jezelf. Ja. Maar als je de vraag gaat stellen naar jezelf, dan kom je echt dichter bij jezelf, man. Ja. De juiste vragen. Maar ook omcirkel jezelf met de juiste mensen. Zoals wij nu praten. Ja. Jij wekt een bepaalde intelligentie uit en andersom ook. En dat vind ik vet. Daarom hebben we ook zeg maar zo'n gevoel dat tijd super snel gaat. Terwijl we echt heel veel aan elkaar kunnen vertellen. Te vertellen hebben, zeg maar. Dus, 100, ja, man. Daar ben ik wel van. Mm-hmm. Jeetje, toch? Dus keep your life simple, maar blijf ook gewoon bij jezelf. Mm-hmm. En
Ik heb ook al een keer een aflevering gemaakt waarin ik ook heb omschreven van: als jij iets wil bereiken, je pen en papier zijn zeg maar de tool om je plannen neer te zetten. Maar zet dat papier wat je hebt geschreven ook ergens waarin het voor jou misschien wel niet per se waarin je de druk voelt, maar waarin het voor jou het gevoel heeft van: oh snap, I gotta work on it. Ik moet iets nu gaan doen, anders ben ik de Sjaak. Mm. Niet de Sjaak als heb ik een probleem, maar als ik het nu uitvoer, dan weet ik dat ik goed zit. Mm-hmm. Want op het moment dat je op een gegeven moment gaat schrijven, kijk, het komt vanuit je hart. Je hart en je hersens, die werken. Dus je gut en je brains zeggen ook wat je moet schrijven. Mm-hmm. Wij praten nu. Komt ook vanuit het gevoel. Klopt. Weet je, en de ene keer zegt je gevoel van: oké, I want to make some money, maar het draait niet om die money. Andere keer is het: I need that money to feed my peoples. Je weet toch? De intentie. Dus jij hebt ervoor gekozen, want deze boek is, je brengt hem uit als independent, eigen beheer. Mm-hmm. Er zit geen uitgeverij bij. Weet je, jij bent je eigen uitgeverij. En het is best wel een uitdaging waar je wel respect voor behoort te geven. Weet je toch? En je investeert er zelf in. En uiteindelijk is je doel dat het bij iedereen terechtkomt. Dat je je kosten eruit hebt gehad. Ja, net als vele anderen die dus ook ondernemers zijn, wil je natuurlijk ook winst, weet je. Maar met dat winst ga je weer iets nieuws bouwen. Tuurlijk, voor de community sowieso. Voor de community, maar voor jezelf. Voor de family, voor mezelf, voor de community. Je gaat steeds bouwen, totdat je denkt van: oké, mijn geld die ik daarin heb geïnvesteerd, trek ik er nu uit. Geld die ik eruit heb gehaald, gaat de spaarpot in. Mm-hmm. Want hey, kan ik weer iets nieuws doen. Snap je? Dus zo behoort het systeem te werken. En als je het vanuit je gevoel doet, dan komt alles goed. Weet je toch? Love. Maar het kan ook zo zijn dat het, je weet toch, dat het misgaat. Maar daardoor, dit moet je dan zien als een soort van lesson learn. Mm-hmm. Je kan alles hebben. Je kan alles doen, weet je. Maar op het moment dat je je doel hebt bereikt, dat mensen lezen, dat mensen over jouw boek praten, of op het moment dat mensen je boek kopen, is voor jou al blessing. Weet je? Mm-hmm. Je komt steeds dichterbij. Oké, ik heb mijn doel bereikt. Bam. Mm-hmm. Die geld is binnen. Ik laat hem staan. Oké, als ik weer dubbele pak, trek die stuk eraf. Die ene helft, die breng ik weer terug naar mijn bank. En wat ik doe met wat ik heb gewonnen, hey, ik zie wel waar het naartoe gaat, je weet toch? Want, ja man, ieders eigen ding. Zeker. Zeg maar zo. Je weet toch, dus dat is belangrijk, man. Ja man, we gaan zo de show sowieso afsluiten. Mm-hmm. En laten we even gaan beginnen met het volgende stuk. Weet je, de standaardpunten die ik met jou wil gaan bespreken. En deze vraag stel ik aan iedereen. Wat betekent balans volgens Benna Mensa? Balans is voor mij dat je jezelf blijft ontwikkelen in het onbekende, terwijl je de bekende nodig hebt. Mm-hmm.
Dat is voor mij balans. En leggen ze nog eens even uit. Dus laat me zo zeggen, ik heb het vaak over onmogelijk en mogelijk. Ja. Dat zijn twee werelden. In mijn boek omschrijf ik dat juist. Alles bestaat. Als jij die twee kan erkennen, dan bestaat alles. Ja. Dat is voor mij die balans. Dus hoe kan je het van het onmogelijke wereld naar het mogelijke wereld brengen? En die onmogelijke wereld, mensen noemen het fantasie. Of de spirituele wereld. Of je gedachten, hoe je dat ook wil noemen, naar het mogelijke. Ja. En het onbekende naar het bekende. En wat bedoel ik daarmee is jezelf ontwikkelen door niet alleen maar je comfortzone te gaan, maar ook out of je comfortzone. Dus dat is vooral mijn balans, want dat gaat uiteindelijk een formule creëren waar je echt gewoon jezelf echt dankbaar op kan zijn, weet je wel. Dan neem je echt stappen vooruit als ik vanuit mijzelf praat. Dat is voor mijn balans. En zo hou je ook jezelf in balans. Zeker, zeker. Om mezelf uit te dagen met de dingen die niet alleen de dingen die ik weet, maar ook de dingen die ik niet weet. Want het is hetzelfde als, ik geef je een voorbeeld. Wij ook. Je hebt een hele andere wereld meegemaakt. Het zijn eigenlijk twee werelden die bij elkaar komen. En daar ontstaat een bepaalde intelligentie uit. Ja, man. Snap je? Zo bekijk ik het. En ik heb zoiets van, als je elkaar niet gaat willen begrijpen, dan is één alleen maar aan het woord en die zegt alleen maar de dingen dat hij weet. Maar iemand die luistert, die ontvangt en die kan daar wat mee. Ja. Dus als je daar een balans kan zijn tussen een zender en ontvanger, en af en toe die ontvanger zijn een zender, dan kom je ver in het leven. Speaking right. My guy. Ja, man. Je hebt de vraag goed beantwoord. Mm-hmm. Kijk, dan gaan we over naar het volgende. Mm-hmm. Is er een verschil tussen Benna? Van wat jij nu doet over algemeen, weet je. Spreken, dansen, auteur zijn. Ik noem dit even artiest. Mm-hmm. Is er een verschil tussen Benna als persoon, zo, gewoon persoon die je bent, en Benna als artiest? Zitten daar verschillen tussen? Dat is een goede vraag. En zo ja, hoe? En zo nee, hoe? Ja. Oké, okay, het is wel grappig. Ik heb iets ontdekt, zeg maar zelf, uit mezelf. Mm-hmm. Er is een Benna geweest die geleefd was. Ja. Dat is toen ik me nog niet bewust was van hoe de wereld is. Tuurlijk, nog steeds ben ik aan het ontwikkelen. En er is een Benna die nu echt leeft. Ja. Dus daar zit er wel verschil in. Benna die geleefd was, ik ga even een voorbeeld geven. Ik groei in. Ik heb nooit voor gekozen dat ik de vierde kind ben. Van allemaal, weet je wel. Ik heb drie oudere broers. Ja. En houden van muziek zoals Michael Jackson, et cetera. En dat zijn allemaal informatie en energie die je overkomt. Tot aan je cultuur. Daar kan ik niks aan doen. Ik ben gewoon opgegroeid in deze verpakking. Vervolgens kom ik vrienden tegen die je ook beïnvloeden. Dus je gaat mee in bepaalde hypes en vibes en et cetera. Heel veel prikkels. Je laat je leven. En naarmate je ouder wordt, besef je in één keer van, Saan, die dans en zo is niet eigenlijk mijn eigen keus geweest. Het was de omgeving die dat bepaalde. En heel veel dingen, ik liet me graag meeslepen. En nu heb je dat ook wel, maar nu ben je bewuster van, voel ik het of voel ik het niet? En daar zit een verschil in tussen de Benna die toen geleefd was en de Benna die nu zeg maar echt bewust zijn eigen keuze neemt. Dit boek, niemand heeft mij gezegd om een boek te schrijven. Het kwam zelf in mijn hoofd. Ja. En dit is het eerste product. Ja, los van mijn muziek en alles. Want mijn muziek en alles is allemaal ook ontstaan vanuit, omdat iemand anders zei van, yo, je kan ook dit doen. Maar dit boek, niemand heeft mij gezegd. Het is zo kostbaar. Laatst moest ik ook gewoon tranen uitbarsten, omdat ik stukken liet horen. Want ik ben de jongste thuis. Ik liet stukken horen aan mijn broers en ze waren gewoon stil van. En je bent altijd als de jongste gezien, weet je wel. En dat zij stil waren, ik heb daar zelfs geen woorden voor, man. Dat zegt al genoeg. Ja, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met, hoe zeg je dat? Je hebt een moment geleefd dat je echt naar hun opkeek. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En waarschijnlijk hebben de anderen, want jullie zijn met z'n drie,
Drie broers heb je? Vier. Ik heb drie broers, ja. Je hebt drie broers. Ik ben de vierde. Nou, kun je nagaan. Dus die broeders boven jou. Kijk, het is zo. De eerste kind, die krijgt de own privilege van de parents. Tweede kind krijgt hem ook. Derde kind ook. Ieder ervaart het anders. En bij ieder wordt dat iets beter. Maar je versterkt elkaar. Weet je van, oké, ai. Jij gaat naar die school, doe je ding. Jij gaat naar die andere school, doe je ding. Jij gaat naar die andere school, klaar, bam. Oké. Jij vindt Michael Jackson tof? Love it. Die ander zegt, ik ben meer een Janet Jackson fan. Of ik wil meer Tupac. Of Ja Rule. Ja Rule, weet ik veel, 50 Cent. Ieder op zijn eigen manier. Maar steeds wordt het alleen maar sterker, 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 sterker. En elke keer kom. Want je bent sowieso verbonden aan elkaar. Elke keer wordt wat diegene doet. Je blijft elkaar motiveren. Kun je nagaan, jij hebt naar je drie broers opgekeken. Naar je oudste, naar de middelste en naar je laatste broer. En alle drie, weet ik wel zeker, doen niet per se hetzelfde ding. Klopt. Al doen ze hetzelfde ding, het is nog steeds verschillend. Mm-hmm. Weet je, en jij bent een andere pad opgegaan. Waarvan zij nu hebben gezien van, zo, dit had ik misschien graag willen doen. Of, ik wist niet dat dit in jou zat. Die laatste. En kijk, jij hebt gewoond in Den Haag. Jij woont nou in Groningen. Er is een verschil tussen wonen daar en wonen hier. Dat is, daar ben je gewend. Oh, er zijn trams, openbaar vervoer. Om maar een voorbeeld te noemen. Klopt. Multicultureler ook. Multicultureler. Minder gesloten. Misschien wel meer open. Whatever. Maar op het moment dat je daar bent, is het totaal anders dan dat je hier bent. Hier moet je gaan zwemmen of eerst gaan floten, zoals Rotjoch dat zegt. Je weet toch, you gotta float. Float, float, till you find yourself. Je weet toch? Totdat je de antwoord hebt gevonden. En op het moment dat je die antwoord hebt gevonden, dat is het. Dit is wat ik ga doen. Mm-hmm. Jij hebt de antwoord al gekregen. Je bent papa geworden op je 27ste. Je bent op 27ste. Maart, 27 maart jarig. Jarig. Je hebt een boek op een 27 mei uitgebracht. Hij heeft ook nog 27 pagina's. Hij heeft ook nog 27 pagina's. Alles is 27. Wat voor een andere gelukstaal nummer, voor vele mensen is lucky number 7. Is voor jou lucky number 27. Je toch? Dus ja man, voor jou moet je dat zien als een blessing. 100%. Dus, 27%. 27% is ook nu een ding, snap je? 27%. Dus ja, keep it going, man. Mm-hmm. Maar wij gaan natuurlijk er zo uit. Voordat ik eruit ga, ben ik nog best wel benieuwd. Welke personen, het kan zijn bekende of niet bekende, heeft jou de motivatie gegeven voor wie jij nu bent? En explain us why. Mijn ouders. Ja. Mijn broers. Jij ook. Serious? We kennen nou net. Het gaat niet om je kennen net. Ik ben me zo bewust van dat je omgeving jou creëert tot wie je bent. Zowel mensen die, ik ga niet zeggen negatief, die niet in dezelfde vibe zaten als jou, en de mensen die in dezelfde vibe zitten. Dus ik denk wel echt letterlijk iedereen. Dus ik wil echt een shout-out geven naar iedereen die mij kent en mij nog niet kent.
Mensen die heel raar naar mij keken, shout-out naar jullie. Mensen die niet in mij geloven, shout-out naar jullie. Mensen die in mij geloven, shout-out naar jullie. Mensen die ik misschien pijn heb gedaan of pijn heb gedaan, shout-out naar jullie. Ja, toch? Mensen die ik heb geblest, shout-out naar jullie. Ik weet zeker als we nu een gesprek zouden hebben, dat we een heel ander gesprek hebben. En ik ben continu bezig met mijn ontwikkeling. Dus als je mij wilt leren kennen, elke dag, maar letterlijk ook elke dag, elke seconde, elk moment dat ik aan het ademen ben, ben ik een ander persoon. Want ik stop niet met ontwikkelen, man. Preach. Bless. Love. Ja, man. Het heeft een lange proces. Weet je toch? Mm-hmm. Je hebt hier jaren voor gewerkt. En laat die dingen gebeuren. Laat die dingen lukken. Je weet toch? Mm-hmm. Blijf geloven in wat je doet. 100%. En ik wil ook een shout-out geven naar mezelf. Ja. Want ik heb mezelf altijd mee. Ik ben de regisseur van mijn leven. Zoals iedereen een regisseur is van zichzelf. Ik ben een ontvanger en ik ben een zender. Zoals iedereen dat is van zichzelf. Dus wees daar bewust van, mensen. En, wees er 100% bewust van. Ja. Ja, toch? En waar kunnen mensen jou checken om dit allemaal te volgen? Op mijn Instagram. Sowieso Benna Mensa. Dus spel je B, E, N, N van Nico, A. En dan Mensa. Schrijf je Mens, A-H. En via de website www.bennamensa.com kom je ook op de website. Daar kan je inschrijven met je e-mailadres en de Instagram van liegen totdat je gelooft. Check it out. En ik wil jou sowieso bedanken. Ja, maar voordat we even eruit gaan. Mm-hmm. We hebben het natuurlijk gehad over het proces achter de schermen. We hebben het gehad over inhoud van je boek. Super interessant. Explain us the colors. Ah, the colors. Er zit een reden achter waarom je voor deze kleuren hebt gekozen. Toevallig ben ik er laatst achter gekomen. Eerst zeiden mensen vanwege de marketingstrategie is rood verkoopt. Tegelijkertijd dacht ik bij mezelf van rood is wel echt een spotlight ding. Weet je wel, ik zet mezelf vaak wel in de spotlight. Dus waardoor iets gelijk opvalt. En toen ben ik nog dieper gaan denken. Waarom doe ik dat? Omdat ik alles vanuit mijn hart doe. En je hart reflecteert wel die kleur rood. Ja. En goud, dat is zeg maar, ja, op het moment dat mensen het zien, wil ik wel dat ze een bepaalde gevoel hebben, een bepaalde waarde van hoe ze met dat boek gaan omgaan, weet je wel. Dat reflecteert uiteindelijk naar hoe zij zichzelf willen behandelen. Dus tot zover heb ik nagedacht. Op het moment dat ik dit boek heb, denk ik echt van, dit is kostbaar, man. Ik wil er echt heel goed mee omgaan. Dus die energie wil ik dat het uitstraalt. En dat heb ik tot nu toe ook mogen ontvangen van mensen, zeg maar, die nog niet eens het boek hebben gezien. Dus tot zover ben ik gaan denken. Tot zover deze kleur. En die kleur. Wauw. Ja. Dat is master, man. Love. Dat je om alles hebt gedacht. En dat klopt. Rood is ook, zeg maar, de kleur van liefde. Maar rood geeft je ook energie. Energie, ja. Rood is ook in actie komen. Dus en ik denk ook wel mensen die iets zoeken wat ik denk dat ze hier heel veel energie uit kunnen putten. Uit kunnen halen, mm-hmm. Sorry. Ja, toch? Maar tegelijkertijd geven de teksten een blauwe kleurgevoel. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus dat is dat rustgevende. Is wel gek, man. Want boek 2, ik ga hem al verklappen. Daar is een dame, ik ga haar naam niet benoemen. Ik heb echt... Haar naam staat er zelfs in. Ik barst echt gewoon mijn ziel die houdt voor jou. Maar ik weet niet hoe lang ze nog gaat leven. Maar ze heeft het echt moeilijk. Big shout-out naar haar. Ik heb haar gevraagd, welke kleur wil je dat de volgende boek gaat zijn? Ze zei hemelsblauw. 100% heb ik gezegd, ik ga dat doen voor jou. En als ze het leest wanneer ze nog leeft, up to you. Maar haar naam staat sowieso hier in dit boek. En love, man. Zo. Love. Wauw. Ik denk dat jij
heel veel mensen heb geraakt met deze... Ze hoeven niet eens... Je weet toch, je hoeft er niet eens zoveel open en bloot te vertellen. Maar alleen al... Je vertelt het met een brok in je keel. Gaan mensen in één keer denken van... Wow. This man got talent. This man got love. This man got energy. Right here, right now. Dus ik wil je ook bij deze ook bedanken. Ik denk dat dit ook het beste afsluiting kan zijn. Ik zou zeggen, abonneer bij de Balans Podcast. Check Mensa voor de komende projecten. Koop zo'n boek. It's out there. En support the things what real is. Dit is 100% independency. En zal ik je nog iets verklappen? Weet je hoe lang deze podcast heeft geduurd? Je gaat niet liegen, bro. 1 uur en... 27. Is bewust voor gedaan. Hey, check jou. Love. Peace.